Hoe ging het? Ja, best wel goed. Het is natuurlijk onze eerste race dit, dit seizoen. En het is best wel fijn om zo te beginnen, want we hadden helemaal geen idee waar we zouden liggen. En of we een beetje mee konden komen in het veld. Ik denk dat we wel heel erg onze eigen race hebben gevaren. En dat pakt heel erg goed uit. Vooraf was het natuurlijk wel extra spannend of zo. Omdat je, ja, je ligt hier gewoon zonder te weten waar je staat. Maar aan de andere kant was het ook wel fijn, omdat je gewoon, ik denk dat we wel de 6 weken. En daardoor ben je gewoon echt super scherp iedere training om het beste eruit te halen. Maar je weet nooit, kijk, als we nu achteraan hadden liggen, had ik het anders gedaan. Scorebord, je moet zelf peilen dan weten zelf. Ja, dat kan echt. En heb je dan vanuit het scorebord ook al stiekem verwachtingen voor de rest van het genoeg? Het is wel fijn dat je nu gewoon in een gunstige loting terecht komt. Maar de twee dat ligt gewoon heel dicht bij elkaar. En je weet gewoon dat het iedere keer een hele spannende race wordt die echt pas op de laatste 100 meter gespeeld gaan worden. Dus nou, ik hoop gewoon dat we nu vertrouwen kunnen hebben dat we er gewoon bij liggen. En dan gaat het wel gewoon aankomen op iedere haal hard maken. Beetje omhoog tot de vrijdag en dan lekker hard vanaf. Yes. Succes. Dankjewel.